Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. MINOFC ondertekent MOU voor scholenbouw Brokopondo. Defensie licht actuele ontwikkelingen toe tijdens persconferentie. Suriname bespreekt milieutoekomst tijdens GEF National Dialogue. En Navratri, een tijd van kracht en transformatie. Op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vond vandaag 8 oktober de presentatie van het scholenbouwproject in Brokopondo en de ondertekening van een MOU met de Suriname Environmental and Mining Foundation en het Rosebel Community Fund plaats. Het project is gericht op het verbeteren van de onderwijsinfrastructuur op VOS-niveau in Brokopondo, waardoor kinderen in de regio toegang krijgen tot beter gefaciliteerde scholen. Zojuist hebben we de ondertekening gehad van een MOU tussen CMEF, het RCF-fonds en het ministerie van Onderwijs. CMEF is een fonds, het staat voor Suriname Environmental and Mining Investment Fonds. Het is een fonds dat gefinancierd wordt vanuit het goud dat bij de Rosebelt Gold Mines gewonnen wordt. Je hebt 3 partijen daarin. Rosebel Goldmine zelf, Grasalco en de overheid. De overeenkomst is een logische uitvloeisel van een project dat in Brokopondo gefinancierd wordt door CMF. Het gaat om een middelbare schoolcomplex dat initieel opgestart is door het traditioneel gezag van Brokopondo. Ik denk dat het traditioneel gezag al sinds 2019 bezig is met dat idee. Omdat je moet weten, onderwijs is het belangrijkste wat er is. En nogmaals, het goedkoopste om arme mensen uit armoede te halen. Wij vinden, en dan praat ik nu als iemand van Brokopondo, dat om Brokopondo te ontwikkelen, onderwijs onmisbaar is. Nou, onze rol, we zijn als trekker van het project. We zijn benaderd in 2019 door het traditioneel gezag als Rosebel Gold Mines NV. Zijn we benaderd om als bedrijf vanuit onze corporate social responsibility dit project te helpen uitvoeren als financierder. We hebben samen met hun het pad bewandeld naar onderwijs, mijn onderwijs. We hebben met hun gesproken. We hebben andere partners gezocht. Wel binnen onze eigen kringen hebben we CMF, dat is een stichting die voortvloeit uit de grondstoffenovereenkomst voor het Rosebel project. En CMF wordt 100% gefinancierd door Rosebel Gold Mines. En zij hebben dan voortouw genomen om het project te financieren. Als bedrijf hebben wij altijd in het district waar we opereren, hebben we altijd een pot vanuit onze corporate social responsibility voorbereid of aan de kant gezet om te helpen aan de ontwikkeling. En onderwijs is een van onze investeringspoten. In het verleden hebben we ondersteund in het onderhouden of bouwen van lagere scholen, onderhouden of bouwen van middelscholen. En nu is het de beurt aan een middelbare school. We denken als bedrijf, geloven we heilig in dat onderwijs een hele belangrijke mijlpaal is voor duurzame ontwikkeling. En we weten, als een mijnbouwbedrijf, weten we dat mijnen opraken.
het mijne zelf stopt een dag. En dus daarvoor moet je dan de middelen die je daaruit haalt, moet je gaan investeren in aspecten die de ontwikkeling van een gemeenschap kan helpen dragen. En vandaar dat wij ons geroepen voelt om als bedrijf te participeren in dit soort projecten. Het ministerie van Defensie heeft op dinsdag 8 oktober een persconferentie belegd om actuele ontwikkelingen binnen de defensieorganisatie toe te lichten. Tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van het ministerie ingegaan op verschillende thema's in zaken het defensiebeleid. Wij brengen u een fragment van de eerder gehouden persconferentie waarbij defensieminister Krishna Kumari Mathura ingaat op de huidige gang van zaken. De jungle training die van start gaat op 21 oktober, dan is de opening. Dus dat is onderdeel van de internationale samenwerking die we hebben. En daar is dus Nederland onderdeel van. We hebben een MOU gesloten in de tijd met de voormalige minister van Defensie, Ank Bijleveld. En de jungle training is een uitvloeisel van die MOU, zoals samenwerking op het gebied van protocollen en ceremonieën, opleidingen, et cetera, et cetera. Verder zijn we bezig heel hard om de boot die we leasen, lease-buy overeenkomst, alles in orde te hebben van verzekering, van de boot naar hier te halen, de overmakingen, financiën, verzekeren, het bemanningsteam van de boot, onze marineschip. Het is een scala van activiteiten, de bouwfaciliteiten. Daar zijn we mee bezig. Op dit moment zijn er 2 mensen van Defensie in Nederland om te trainen, om die marineschip goed te leren kennen. Voor de rest komt, eigenlijk is er een team en morgen starten we hier met ook trainingen, onze bemanning, zodat inderdaad, wanneer die boot er is, dat er geen oponthoud is en dat er een hele vloeiende manier is om daadwerkelijk ook met operationele activiteiten bezig te zijn. Nogmaals, ik wil benadrukken, het gaat om het geld van het volk en het is noodzakelijk de aanschaf omdat we onze defensiecapaciteiten willen versterken. Je kan geen ministerie van Defensie hebben, leger hebben, die niet mobiel is op het water, niet mobiel is in de lucht en niet mobiel is te land. Dus aan alle 3 aspecten moeten we denken en samenwerken met ook andere ministeries is onderdeel. We hebben ook een MOU met Kustwacht en we proberen daar invulling te geven. En we werken ook, zoals de bevelhebber dat heeft aangegeven, operaties Parimaka. Het is een initiatief van het ministerie van Defensie, maar we hebben de bevoegdheden niet, dus we werken samen met Justpol, Justitie en Politie en de Kustwacht. Dus het is niet alleen het ministerie van Defensie, samen zijn we krachtiger en slagvaardiger. En onze doel van al die ministeries is veiligheid. En nogmaals, veiligheid en bescherming van ons land en onze natuurlijke hulpbronnen. Dus met de aanschaf van de boot gaan we dat nog beter proberen te doen. En we spelen in op toekomstige ontwikkelingen. Het maritiem gebied is heel groot en ook groter dan het land. En het heeft veel natuurlijke hulpbronnen. En je moet als land inderdaad inspelen om die belangen goed te beschermen. Dan ga ik terug naar de stichting, de ex-militaire SREM. Een paar weken geleden, ik dacht 2 weken geleden, zouden ze bijna protesteren, inderdaad. We hebben een verhoging, hadden we ze beloofd. En toen bleek dus dat het artikel waaruit het betaald zou worden niet toereikend was. Dus dan moesten we die procedure opstarten om toestemming te vragen van het ministerie van Financiën. Maar al met al is het al goedgekeurd. De bedragen zijn nu opgetrokken. Toen ik overnam was het 200 en dat is voor de resocialisatie te lager. Dat zijn mensen die
zeg maar, vanwege die ervaring in de Binnenlandse Oorlog, zodanige trauma's en stress hebben opgelopen dat ze begeleid moeten worden. En hun toelage is nu opgetrokken naar 1250 SRB per maand. En mensen die blijvend letsel hebben opgelopen en niet meer actief ingezet kunnen worden in het arbeidsproces, die krijgen een invaliditeitstoelage. Toen was het 750, het is nu opgetrokken naar 1800 SRB. Inmiddels uitbetaald in september, eind september, oktober worden ze uitbetaald. Ze hebben een kleine TWK, want dat gaat in per 1 januari 2024. Die TWK hebben we niet uitbetaald nog. We gaan dat in overleg met financiën in fases uitbetalen. Dat is de stand van zaken van SREM. En dan heb ik aangekondigd in de media dat ik een onderzoek zou instellen naar aanleiding van klachten die we hadden gehad. Social media berichten, YouTube berichten, waar Suriname neergezet is als een zeer corrupt land. En waar lokale media ook sommige de berichten hadden overgenomen. En waar het dus niet echt hoor en wederhoor was. Ik had aangegeven dat ik een diepgaand onderzoek zou instellen. Dat hebben we dus gedaan. We hebben onze inspecteur-generaal belast met dat onderzoek. En we hebben een deel van het onderzoek ook laten doen door de Dienst Nationale Veiligheid. En het resultaat is bekend en dat wil ik ook met u delen. Maar voordat ik dat ga delen, wil ik toch even aangeven van wat het beleid is met betrekking tot immigratie. Wij verwelkomen elkeen in Suriname en dat doen we, willen we zo vriendelijk mogelijk doen en zo billig mogelijk doen. We hebben per 1 juli 2022 visum voor heel veel landen afgeschaft. En eigenlijk hebben we daardoor de procedure versoepeld door een entry fee in te stellen. En visumplicht is afgeschaft omdat we in veel landen geen ambassades hebben. En de procedure is dan ook heel lang. En om dat te versnellen en te vergemakkelijken, hebben we dus die entry fee ingesteld. Nou, na analyse van de stromen is voor 1 mei 2023 is de visum wederom ingevoerd voor een aantal landen. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de Global Environment Facility National Dialogue georganiseerd. Deze bijeenkomst werd gehouden in Utopia aan de Anton Drachtenweg en vond plaats op 7 en 8 oktober 2024. Het evenement bood een platform voor constructieve discussies over de toekomst van duurzame ontwikkeling en milieubeheer in Suriname. Hierbij werden stakeholders uit de samenleving samengebracht om in gesprek te gaan over gezamenlijke inspanningen ter verbetering van het milieu in Suriname. Vandaag hebben we de GEF National Dialogue. En wat het nou inhoudt, is dat we de verschillende stakeholders in de samenleving die zich bekommeren om het milieu, de NGO's, ook de particulieren en de overige overheidsinstanties, dat we ze bij elkaar brengen om te praten over hoe we samen kunnen werken om milieuproblemen op te lossen. En GEF is genoemd. GEF staat voor Global Environmental Facility. Dat is dus een organisatie die financiering biedt aan landen, aan organisaties in het kader van milieuontwikkeling, dus milieuverbetering, milieuconservering. Suriname heeft te maken met heel wat milieu-uitdagingen. Als ik een paar mag noemen, bijvoorbeeld verontreiniging, als het gaat om vervuiling als gevolg van de economische activiteiten. In de landbouwsector, in de bosbouwsector. In de landbouwsector weten we het gebruik van pesticiden. Dat heeft een effect op onze bodem, op onze water, onze lucht.
Als het gaat om de bosbouwsector, dan praten we over ontbossing. En ontbossing, de grootste veroorzaking van ontbossing, nu is bijvoorbeeld de illegale goudsector. Dus dat is verontreiniging. Er zijn nog een paar die ik wil opnoemen. Andere zijn dus klimaatsverandering. Zoals we allemaal weten en zien, we hebben te maken met grote droogte, met wateroverlast in de regentijd. En we moeten ons aanpassen aan deze situatie van klimaatsverandering. En om ons aan te passen, om te adapteren, is er natuurlijk geld nodig. Nog iets anders is bijvoorbeeld waste management, afvalbeheer. Afvalbeheer is natuurlijk ook een uitdaging in Suriname. Dus vuilstortplaatsen die hebben een gebrek aan goede management. Die moeten beter worden onderhouden. Er moet beter worden omgegaan met vuil. Dus die zijn de zaken die een uitdaging zijn. Maar ik mag wel direct erbij vermelden dat we zitten niet te zitten. We doen ons best om beleid te maken in deze gebieden. Voor verontreiniging is het belangrijk om te weten dat wij een paar maanden geleden, dat was in eind juli, de NMA hebben gelanceerd. Dat is de Nationale Milieuautoriteit. En die moet in feite proberen die verontreiniging te managen, pollution control, omdat er een wet milieuraamwet is. En milieuraamwet zegt duidelijk, wie vervuilt, die moet betalen. Op het gebied van klimaatsverandering hebben we ook heel veel gedaan in de afgelopen tijd. Zoals u weet, we hebben succesvol mitigatie. Activiteiten kunnen uitvoeren in de bosbouwsector, welke ons heeft gebracht tot het bieden van ITMO's op de markt, carbon credits, zoals men het kent. En dit moet ons een mogelijkheid geven om market-based klimaatfinanciering te ontvangen. Wat betreft afvalbeheer, in het kort zijn we in de afgelopen tijd bezig geweest met het Green Beauty project bijvoorbeeld, waar de mensen proberen bewust te maken van, het is niet alleen maar een taak van de overheid om vervuiling om eigenlijk beter om te gaan met je vuil. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van de bewoners. Zo ook in Blauwgrond hebben we laten zien dat recyclen kan. En het mooie ervan is dat we allemaal kunnen zien dat Suriname op de EPI, dat staat voor Environmental Performance Index, dat is dus een lijst van alle landen, die worden gecategoriseerd naar wat ze allemaal doen op het gebied van milieu, dat we daar sprongen hebben gemaakt. We zijn van de 80ste naar de 30ste plaats gegaan. Dus dat wil zeggen dat we toch wel wat hebben gedaan op het gebied van milieu, omdat we nu tot een van de top 30 landen behoren en we zijn dus op nummer 1 op de lijst van Caribische landen. En nu, GEF National Dialogue. Er is zoveel gedaan, maar natuurlijk moet er meer gedaan worden. Er zijn heel veel instanties, heel veel organisaties die zich om heel wat activiteiten doen. Maar we zien dat die samenwerking beter kan en beter moet. En waarom kan het beter? Omdat we heel wat mogelijkheden hebben om funding. En we zien steeds dat wanneer er grants zijn en funding zijn, dat men niet allemaal 100% proposals aanbiedt. Dus vandaag gaan we dus praten over hoe kunnen we die samenwerking verbeteren en hoe kunnen we tappen in de middelen die GEF biedt. Want GEF heeft heel veel funding voor landen zoals wij om te investeren in ons milieu. Onze verwachtingen zijn, we hebben redelijk goed contact met de NGO's en de andere bedrijven. Het is nu even goed afspreken, met elkaar discussiëren van naast de gebieden die ik heb genoemd, wat zijn de andere prioriteiten? Of de gebieden die ik heb genoemd, hoe kunnen we in die gebieden samenwerken, zodat we elkaar kunnen endorsen? Want als er een bepaalde NGO is die al goed bezig is, kan het zijn dat wanneer de overheid hun endorst, dat ze eerder in aanmerking kunnen komen voor de verschillende middelen. In verband met een verratri is president Chandrika Prasad Santokhi op zaterdag 5 oktober jongstleden aanwezig geweest in de Sri Krishna Mandir te Kommewijnen. Navratri staat symbool voor kracht, zuiverheid en de overwinning van het goede op het kwade. Deze periode voelt des te betekenisvoller nu Suriname op het punt staat van positieve verandering en transformatie. De communicatiedienst Suriname sprak Amrit Lal Mahangi, voorzitter van de Mandir, over de betekenis van Navratri en de impact hiervan op de gemeenschap. Thank you.
Nou, Ratri is een tijdperk uitgetrokken van 9 dagen. No betekent 9 en Ratri betekent avonden. Dus dan zijn we 9 avonden bezig om moeder Durga te vereren. En vragen naar kracht en wijsheid om verder door het leven te kunnen gaan. We hebben de boodschap gehad dat hij een bezoek wil brengen. Dan zijn we, we kunnen toch niet zeggen nee. Dat is huis van iedereen. Iedereen mag hier komen. Dus we zijn blij dat hij ons vereert met een bezoek als president. Hij is al eerder hier geweest. De manier is heel bekend bij hem. Maar toen was hij nog geen president. Dus vandaag is het eerste bezoek als in de functie van president. Sommigen zullen bidden voor een familielid. Sommigen zullen bidden voor beter werk of een werk krijgen. Sommigen zullen bidden voor hulp. Iedereen is vandaag hier gekomen. Binti Karnekelie, Durga Ma, Spooch Mangnekelie. Met name tijdens Navratri, tijdens die oerkracht van Durga Ma, die veel energie. Het is goed om te bidden. En dat is die kracht van Navratri. Want bij al die dharmas die ik noem, en ook die dharma in jou, gaat het constant om een strijd tussen goed en kwaad. Dat is wat gaande is. En dat je constant goede beslissingen moet nemen. Je zegt, Abraham Losapko, ik ken een strijd tussen dharma en adharma. Waarbij we gezegd hebben, adharma ke nashkar. En wat wij moeten doen, in ons minister, beter met safai naweke, politere naweke. Dat we goede beslissingen kunnen nemen hier binnen. En dat we Durga Ma moeten aanbidden. En Durga Ma kracht moeten vragen. Durga Ma bescherming moeten vragen. Durga Ma begeleiding moeten vragen. En Durga Ma vragen om ons kennis te geven, buddhi te geven. Dames en heren, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.